We zijn hier bij Verhalen rond het kampvuur en ik heb een gesprekje met Mark van Kampen. Hallo Mark. Hoe is dit idee ontstaan? Eigenlijk thuis op de bank in eerste instantie door mijn vrouw die zei van misschien is het leuk om een keer een verhalenverteller in de tuin te zetten met een vuurkorf erbij. We kennen de vertellers, dus zodoende. Waarna ik zei misschien is het leuk om het wat groter te trekken en te kijken of we daar iets publiek evenement van kunnen maken, zeg maar. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee daarachter. De verhalen die verteld worden, waar komen die vandaan of wie bedenken die? Dat is een goede vraag voor de vertellers, lijkt me. Want in die zin bemoei ik mij daar verder niet mee. Inhoudelijk zijn zij vrij om te gaan vertellen hier wat ze graag willen. Het wordt vanavond een mengeling van allerlei dingen. Een beetje komische, broodje aap. Met aan het einde afsluiting wat spannende dingen nog. Maar hoe... Waar ze vandaan komen, dat zijn echt dingen waar voor u zeg maar, bij de verteller zelf even moet zijn. Okay. Ik heb hier een van de vertellers en dat is Paul Groos. Hallo Paul. Paul, kun je me iets vertellen over de verhalen die jullie bedacht hebben? Of hoe komen jullie bij de verhalen? Nou, we bedenken ze meestal niet zelf. Het zijn meestal bestaande verhalen. Dus die haal je uit een boek, van internet, uit een film, van een liedje. Of je hoort ze van een andere verteller. Maar dan ga je ze wel heel erg bewerken. Dus dan ga je er wel je eigen draai aan geven, eigen beelden instoppen enzovoort. Dus het is een beetje een combinatie van eigen werk en iets wat je van iemand anders krijgt. Ik las dus ook dat er een verhaal was van Broodje Aap. Een verzonnen verhaal is eigenlijk. En wie heeft dit bedacht, het verzonnen verhaal? Ja, wisten we het maar. Broodje Aap verhalen zijn altijd verhalen die... lijken alsof ze echt gebeurd zouden kunnen zijn. Maar als je erover gaat nadenken, dan waarschijnlijk toch echt niet. En ik vertelde daar twee van vanavond in mijn eigen repertoire. Dus die hebt u zelf verzonnen? Nee, ze zijn bestaande verhalen. Het wordt echt verteld. Ik ga vertellen over een verhaal over Albert Einstein. Die zogenaamd van plek zou hebben gewisseld met zijn chauffeur. Zijn chauffeur geeft de lezing en Albert Einstein zit achter in de zaal. En hoort zijn eigen lezing eigenlijk door zijn chauffeur uitvoeren. Nou, en hoe dat kan en hoe dat afloopt, dat ga ik vertellen. En zijn er ook nog speciale kinderverhalen of volwassenen? Of... Vanavond doen we een beetje voor alle leeftijden, dus van alles wat. Maar je kunt natuurlijk ook sprookjes voor kinderen vertellen. En je kunt ook, we eindigen met een rondje griezelverhalen. En dat is echt wel net iets meer voor grote mensen. Dus voor iedereen wat. Oké, we gaan het beleven. Dank u wel.